wanneer ik, dat ik de puzzelstukjes in elkaar gepast heb en de dingen lopen perfect, dan is bij mij meestal de lol er ook af, want dan weet ik hoe het werkt. Ik doe gewoon mijn ding wel en soms ga je gewoon keihard op je bek en dan duurt het wel even om terug recht te krabbelen en de goede weg te vinden. Iedereen is zo gefixeerd op die boilies en enkel boilies vissen. Terwijl dat je met een tijgernoot op zulke wateren veel betere resultaten kunt halen. Dus nog voor ik had de motor al gestart en voor ik de ankerlijnen kon losgooien, sloeg de eerste golf binnen. Direct alle noodprocedures in gang. Binnen de 10 minuten overal blauwe lichten op het water. Yes, tof dat je weer intuned. Nieuwe KWO Studio Talk staat voor je klaar. Dit keer niemand minder dan Belgische topvisser Geert Ooms bij mij op de bank. Ik spreek met Geert over zijn visserij, over aas, over zijn Duitse visserij, Sisimor, Fox. Ik bedoel, alles komt voorbij. Tof, ik had hem nog nooit eerder zo uitgebreid gesproken. En ja, ik zie hem echt als een grote, beroemde visser, om het zo maar te zeggen. Ik heb hem altijd gevolgd, veel van hem gezien. Echt een man die op al zijn wateren vissen heeft gevangen. Mijn compagnons Mark en Michiel hebben vaak tegen me gezegd van joh, Geert was een van de vissers die altijd net iets eerder op bepaalde wateren in Frankrijk was dan dat wij er waren. Dus een man bomvol informatie. Ruim anderhalf uur, volgens mij zelfs een uur en drie kwartier staat voor jullie klaar in dit interview. Check hem nu, KWO Studio Talk, Geert Ooms. Alright, tof, zijn we weer in KWO Studio. Geert Ooms op de bank, dankjewel voor je komst. Dankjewel om mij uit te nodigen. Zeker, is een eer. Tof dat je vanuit het Belgische deze kant op bent gekomen. We hadden het er net over, we zitten nog steeds in COVID-tijdperk. Je mocht gelukkig gewoon deze kant op. Je gaf al aan, België is echt wel strenger op het moment. Beïnvloedt dat jouw visserij gewoon even? Ja, als ik even terugblik naar vorig jaar, was het toch wel een heel apart jaar. Ja. Normaal in de winter hou ik altijd even een winterstop, ga ik lekker snoeken, gaan de karperhengels aan de kant. Ja. En nu was ik net teruggestart met mijn karpervisserij. En eigenlijk na de eerste trip ging gewoon België al plat in lockdown. En er mocht ook niet gevist worden. Dus, nee, het was echt compleet verboden. Het was compleet verboden. Dus er was een nachtverbod. Je mocht dan sowieso niet op het openbare terrein zijn, 's nachts. Verplaatsingen waren beperkt. Dus je mocht wel naar je werk rijden en terug. En in een straal van zoveel kilometer rondom huis. Ja. En dan viel er voor mij al heel snel, vielen alle plannetjes in duigen. Ik wou natuurlijk een paar keer naar het buitenland gaan. Dat is typisch zo. Elke winter dan maak je weer plannen. Iets waar ik toch heel erg naar uitkijk en naartoe leef. En dan bleek dat allemaal ineens op hold gezet te worden. Ik heb toen ook een flink aantal weken gewoon niet gevist. Mm-hmm. Absoluut niet. We hadden wel geluk. Het was heel mooi weer. Dus heel veel tijd thuis in de tuin gespendeerd. Gebarbecued elke avond met de vrouw op terras een flesje wijn gekelderd. Dus je hebt het er wel van genomen. Maar na verloop van tijd begint het ook wel te vervelen. Omdat alle dagen zijn dezelfde. Ja. Ik werkte van thuis uit. Dus dat geluk had ik wel dat ik van thuis uit kon werken. Maar of het nu zondag, maandag of een vrijdag was, dat verschil dat was er niet meer. En die routine, die regelmaat, is toch wel iets wat ik nodig heb. Dus ik was heel erg blij dat er uiteindelijk versoepelingen kwamen en dat ik terug kon gaan vissen. Ja. Alleen heb ik het ganse jaar mijn visserij over een andere boeg moeten gooien. Op zich is dat niet slecht, want ik heb een heel leuk visjaar gehad. Ja. Maar ik heb niets gedaan van wat ik uiteindelijk gepland had. Het oorspronkelijke plan. Nee. En was, we gaan zo even breed door met jou qua achtergrond, maar ik ben wel benieuwd daarnaar. Was dan 2020 voor jou een jaar dat je veel dichter bij huis eigenlijk geïmproviseerd hebt in je visserij? Ja, geïmproviseerd misschien niet, want ik heb gelukkig een aantal water waar ik op kan terugvallen. Ook dicht bij huis, binnen die relatief, die relatief dicht bij huis, binnen het half uurtje rijden. Liggen. Dus dat valt wel mee. Het enige nadeel is een beetje dat zijn water waar ik in het verleden al vaker gevist heb en waar ik de meeste vissen al wel gevangen heb. En vissen opnieuw vangen, dat boeit me niet zo. Ja. Dus ik ga meestal op zoek naar de uitdagingen en de avonturen. En die waren er niet meteen bij, maar door een beetje creatief te zijn heb ik toch wel wat dingen kunnen doen. En heb ik, heb ik een wat eigenlijk leek op een jaar dat ging mislukken.
nog een heel goed jaar van gemaakt. Uiteindelijk, dus, ja. Tof. Ja. En is dan de switch naar snoeken, dat is een switch die niet alle karpenvissers maken. Ik zie het bij jou regelmatig voorbij komen, ook op je social media. Dat is iets wat jij eigenlijk elk jaar wel doet, toch? Ja, vroeger als kind had ik altijd al een fascinatie voor snoeken. Ja. En door het karpervissen is dat een beetje weggeëbd, op de achtergrond geraakt. Tot ergens begin jaren 2011, 12. Dat een maatje van me, Alben Zantingen, die woont hier in de buurt trouwens, die zei van, oh ja, ben je ook zo gefascineerd door snoeken, dan moet je eens onze kant uitkomen, dan gaan we samen snoeken. En sinds die winter ga ik gewoon, elke winter vanaf december tot eind februari fanatiek snoeken. Dat is elk weekend kom vol gas. Ja. En is dat dan actief of is het statisch met dood aas of hoe vis je? Meestal dood aas onder de dobber. Ja. En ik ben gestart gewoon in de havens met een dobber driften langs de boten en zo. Ja. Dan achteraf kwam de boot in het vizier. Dus ben ik elk weekend mijn boot gaan slepen naar deze kant uit om te gaan snoeken. En dan met de boot is het wel wat actiever. Nog altijd wel met dood aas. Maar dan ben je veel mobieler. Dus dan kon je 5, 6 verschillende plekken op een dag afvissen. Ja. Is ergens door een vaargeul gaan slepen, zo'n dingen allemaal. Echt. Ja. Leuk. En wat als je die twee visserijen vergelijkt, hè? Dus wat is dan voor het snoeken? Wat pakt jou daarin? Wat vind je daarin dat mooie wat elke keer weer dat vuur laat opbranden? Ja, er zijn verschillende aspecten. Enerzijds vind ik het snoeken een aangename bezigheid om de winter wat actiever door te komen. De wateren waar ik op karpervis, die zijn doorgaans niet heel dik bezet. In de winter is het echt heel erg moeilijk om met enige regelmaat een visje te vangen. Ja. Ik heb een hekel aan die lange nachten. Je zit om 5 uur is het donker en het blijft donker tot de volgende ochtend 8 uur. Ik vind dat oerzaai. Ik slaap niet heel veel. Dus wat zit je al die donkere uren te doen? Oerzaai, dus daarom ga ik liever snoeken. Ja. Dan vertrek ik 's ochtends vroeg om 4 uur vertrek ik thuis. Ik ga een dagje lekker achter de snoeken aan. Je weet bijna altijd dat je vis vangt, want het is veel actiever. Er komt ook gewoon veel meer actie. Ja. En 's avonds kan je lekker douchen, samen met de vrouw nog uit eten gaan. Dat is een hele andere wereld. Anderzijds is het ook zo, die spanning van dat snoeken als ik met dobbers driftend vis. Je weet exact op welke vierkante meter dat die onder gaat ploppen. Ja. En dat kenmerkende geluidje van die dobber die echt plop onder gaat. Ja, dat is zo de spanning fantastisch. Fantastisch. Ja. Ik weet dat ook nog, dat ik heb dat jaren niet gedaan, maar ik weet ook dat ik dat prachtig vond. Dat moment dat zo'n beest erop klapt en dan die dobbers, die hebben ook weerstand natuurlijk, omdat ze wat groter en wat zwaarder zijn. En dat snap ik wel van je. Hey, we gaan even de switch maken, beginnen bij het begin. Kan je ons eens wat meenemen? Waar ben je opgegroeid? Uit wat voor nest kom je? Hoe is de visserij ontstaan? Wat neem ons eens mee hoe jij de afgelopen decennia zeg maar gekomen bent tot de visser waar je nu staat? Ja, dan moet ik al heel ver teruggaan. Dus ik kom uit een gezin met 2 kinderen. Ik heb nog een zus die een klein beetje jonger is dan mezelf. En mijn vader die viste vroeger ook. Ja. En hij nam mij als 5, 6-jarige mee naar de waterkant. En ik weet nog dat ik, als ik naar de school moest, dan wou ik niet uit mijn bed komen 's ochtends. Ja. Maar als het was om te gaan vissen, dan stond ik om 5 uur al te stuiteren door de woonkamer. Zijn we weg, gaan we vissen. Op die leeftijd was dat nog gewoon met vaste hengel, vorentjes vangen. Maar eigenlijk al heel gauw kwam dat karpervissen op de proppen. De eerste jaren was dat met een pennetje en zoete maïs. Ja. Tot ergens in, ik denk dat het 89 zoiets gaat geweest zijn, dat de eerste, die doosjes, Richward Boilies. Dus van de huidige generatie denk ik niet dat er nog iemand is die kent. Maar ja. Bakjes boilies van 500 gram, plastic bakjes, met allemaal van die fruitige, exotische namen. Die kwamen in de winkel. Naar richtmateriaal en zo was er toen heel weinig beschikbaar. Er was geen internet, dus je moest alles zelf een beetje uitzoeken. Of als je geluk had en dat je een karpervisser aan de waterkant tegenkwam die jou een beetje op pad wou helpen, dan ging dat wel. Maar verder moest je alles uitzoeken. En dan is die overstap naar boilies gegaan. Ja. Daarna ben ik al vrij snel zelf boilies gaan draaien.
In het begin was dat gewoon met Truvit, deegballen. En geleidelijk aan verder en verder. En dat is iets waar ik nu nog altijd een passie voor heb, om zelf mijn aas samen te stellen. Ja. In het begin vist ik vooral op van die oude veenplassen. Dus vooral slijkbodems, plompenvelden, noem maar op. Maar de regio waar ik woon, in de Kempen, lopen heel veel kanalen. Dus Kempenskanaal is niet zo gek ver van mijn deur. Albertkanaal, ja. Verbindingskanaal. Ben ik al heel snel gaan kanaalvissen. Dat ik in 1992 een van de grotere vissen toen op sluisstuk 9 en 10 op Kempenskanaal ving. En ja, toen in die tijd op Kempenskanaal zaten alle grote namen, voor zoveel dat het betekent. En door ook met die jongens in contact te komen, ik was een kereltje van 13, 14 jaar, tussen al die veel oudere mannen, die super fanatiek op karper visten, en daar werd ik eigenlijk door meegesleept. Ja, daar kwam dat vuur echt. En ja, en mijn jeugd speelde zich ook vooral af aan de waterkant en niet heel atypisch, niet zoals andere jongeren met andere vrienden of in de kroeg of in een jeugdhuis of zo. Ik zat het liefst aan het water. En als ik nu terugdenk aan die periode, is dat nog niet zoveel veranderd. Ik kan best wel sociaal zijn en zo, maar zet mij maar ergens aan de waterkant en op mijn eentje vind ik dat prima. Maar ook wekenlang gaan je ding doen. En is het dan zo, je gaf aan 13, 14 jaar, kwam je dus al met die grote bekende vissers in aanraking. Hoe kwam je daar dan? Ging je op de fiets? Werd je gebracht? Of hoe kwam je überhaupt daar dan dat je kon gaan vissen? Ik had het geluk dat mijn vader 's ochtends vroeg, elke ochtend op zaterdag en op zondag, mij naar het kanaal wou brengen, 's avonds terug wou komen ophalen en de volgende ochtend terugbrengen. Dus elk weekend reed mijn vader met een aanhangertje achter de auto en mijn vispullen erin om mij naar het kanaal te brengen. Ja, en dan kon je dus gewoon een dag vissen, 's avonds weer naar huis, volgende dag kon je weer vissen. Nu in deze tijd zijn we dat gewoon, dat we overal mogen nachtvissen. Ja. Toch bijna overal. Toen was dat echt niet, was streng verboden en werd ook op gecontroleerd. Ja. In de zomervakanties mocht ik ook wel 's nachts gaan vissen. En ik dacht toen, als ik me goed herinner, was het in juli en augustus was het toegelaten om 's nachts te vissen. En het eerste weekend dat het niet meer was toegelaten, werd ik toen als 14, want toen was ik 14 jaar, kreeg ik een bekeuring van 's nachts vissen. Direct al. Dus ja, dat geeft aan hoe dat de tijden toch een beetje verandert. Dat het toch wel heel anders is. En je kwam toen dus in aanraking met die vissers die daar al veel meer ervaring hadden, al succes geboekt hadden. Weet je nog heel specifiek van welke vissers je dan veel leerde daar? Bij wie keek je mee? Er was een heel groot verschil tussen de vissers die daar toen aan de slag waren. Een heel deel van de jongens die schermden hun visserij echt af. Okay. Ik heb meegemaakt dat een van de destijds grote namen, die zat in de winter dan in zijn auto met zijn raam op een kiertje en ik liep er naartoe om een praatje te maken en die draaide gewoon zijn raam dicht. Dus zo erg ging het, maar dat waren andere mensen. Een Achille Stevens, Ronnie de Grote, Eddie Sterks, die ging er in die periode ook heel veel rond. Ja. Dat waren jongens die deelden wel informatie en daar heb ik toch ook wel wat van meegekregen. Ja. Ja. Maar was dan het meeste wat jij in die tijd leerde, was echt gewoon trial and error? Gewoon zelf. Waar kwam jouw kennis vandaan? Het is moeilijke visserij. Mm-hmm. Ook in die tijd was het volgens mij al echt taai en hard. Ja, klopt. Maar hoe kwam jij daar als jonge gozer dan in? Had ik toen ook heel veel te denken aan mijn toenmalige vismaten. Dat was Raf en Jerry van Opstal. Raf, naam die zie je af en toe ook nog wel eens passeren. Wij waren zo'n beetje de heilige drievuldigheid die aan de waterkant samenhingen. En de gecombineerde kennis eigenlijk, die puzzelstukjes die samenvielen, maakte dat we als jonge kerels met heel weinig middelen en mogelijkheden, dat wij daar helemaal niet slecht deden. Dus dat je echt wel je vissen ving. Absoluut, ja. Ik heb destijds ook de boeken gelezen allemaal. Heb je daar bepaalde vissen, vangsten die meteen bij je omhoog komen vanuit die periode? Ja, ik denk dat die grote schub van 9 en 10, dat was destijds mijn allereerste 40 ponder. Die zal ik nooit vergeten. Ja. De leder van sluisstuk 7-8, halfrijen van sluisstuk 7-8, dat zijn zo allemaal van die belangrijke vissen die je meteen. Ja, maar dan spreken we over nu dan 20 jaar
Zijn die vissen allemaal, ik ken de historie van die vissen niet specifiek, zijn die allemaal inmiddels verdwenen, overleden? Ja, echt. Van die serie eigenlijk alles? Het is zo, zeker op sluisstuk 7-8 heb je altijd een generatie van vissen die groeien door, die worden groot, die sterven. En zodra dat er een grote sterft, is er een andere die opvolgt. Ja. Er zijn destijds ook heel veel vissen overgezet van een vijver die daar langs ligt, een gemeentelijke vijver. Ja. Er zijn lokale vissers die zetten dan vissen op het kanaal. Nu tegenwoordig zou dat heel erg veroordeeld worden. Ja. Toen werd dat redelijk vaak gedaan. En die vissen die op die kleinere vijver een beperking hadden om te groeien, die werden gingen, dan plots gigantisch groot. Ja. En ondertussen is het al wel flink wat jaren geleden dat ik nog actief op 7 en 8 gevist heb. Maar ja, toch telkens weer hoor je dat er nieuwe grote vissen komen. En dat die stukken dan zulke serieuze vissen voortbrachten, hè? Was dat met name vissersvoer of was de biotoop ook gewoon heel erg goed? Het is een combinatie van beide. Vissersvoer, want dat werd zelfs in die tijd echt al belachelijk veel gevoerd. Als je kijkt naar de normen die we nu hanteren, er waren jongens die kwamen daar toen ook al op hun sokken aan, hoor. Dus dan vissersvoer, maar ook de biotoop. Die kanalen zijn op zich redelijk schraal, dus het is een zandbodem doorgaans, maar er zitten heel veel driehoeksmosselen in. Ja. Dus dat heb je dan, en rondom die driehoeksmosselen, laatste jaren ook veel meer wierbedden. Ja. Zit vol met flowkreeftjes, slakjes, dus echt wel heel gezond. Maar de kwaliteit van het water, ook toch denk ik, de beweging die erin zit, zuurstof, de boten, dat ook een goede combinatie is voor... En in zekere zin altijd een goede soort van vissen gehad, neem ik aan, die de potentie hadden om door te groeien. Ja. Omdat, dat merk je nu, de laatste jaren zijn we veel meer bezig met het monitoren van groei van vissen en zo. En als je de juiste soort erop, of de soort met de juiste genen rondzwemmen hebt, worden die wel groot. Ja. Dus dat geluk hebben we ook altijd wel gehad. Ja. Tof. Als je teruggaat naar jouw jeugd, je geeft aan 13, 14 jaar. Daarnaast was school natuurlijk een ding. Neem ons eens mee in jouw opleiding. Wat heb je na een middelbaar onderwijs gedaan? Wat beroepsmatig, waar ben je terechtgekomen? Ja. Ik wou... Na mijn middelbaar, ik heb een technische opleiding genoten. Na mijn middelbaar wou ik voort gaan studeren. Ja. Toch een bijkomende opleiding volgen. Dat was nog 3 jaar. Maar ik kreeg toen ik afstudeerde meteen een aanbieding om ergens aan de slag te gaan, om te gaan werken. En dan heb ik 5 jaar, denk ik, bij Duracell, de batterijfabrikant, gewerkt. Ja. En daar mijn eerste werkervaring op gedaan. Want als 18-jarige schoolverlater en fanatieke visser wil je natuurlijk de middelen om naar Frankrijk te gaan en dingen te gaan ontdekken en verder van huis te kunnen gaan vissen. Dus het verder studeren belandde al heel snel op een laag pitje. Ja. En ik ben dan gaan werken, centen verdienen, zodanig dat ik mijn eigen autootje kon kopen en naar Frankrijk rijden. Na een aantal jaren bij Duracell werd ik gecontacteerd door een selectiebureau met de vraag of ik voor Novion was dat destijds. Dus dat is een chemiebedrijf dat ik wou gaan werken. Ook nog in een technische functie, als onderhoudstechnieker. Ja. En die kans heb ik gegrepen. Dat was echt dicht bij huis, goed betaald en ook voltijdse baan gewoon. Ja. Dan ben ik verder gaan studeren in avondonderwijs, dus volwassenenonderwijs. Ja. En uiteindelijk, toen Novion, nu is dat Lubrizol, dat is nog altijd mijn huidige werkgever, ben ik 19 jaar geleden begonnen. En daar heb ik ondertussen al verschillende functies gehad. En nu ben ik trainingscoördinator en technical specialist. Zo noemen ze dat daar. Dus ik lever de ondersteuning bij projecten. Ik help de ideeën die de procesingenieurs hebben, die probeer ik naar technische haalbaarheid of aan de technische haalbaarheid te toetsen en leveranciers te contacteren. En heb je dan met name over het uitdenken en uitwerken van productieprocessen of machines? Of welke hoek moet ik dat? Vooral management of change noemen ze dat. Dus de uitbreidingen, nieuwe installaties, aanpassingen aan bestaande installaties. Ja. Productie, capaciteitsverhogingen, zulke zaken. Ja. En wat wordt er, wat produceren jullie? Wat is het eindproduct? Dat is van de TPU, dat zijn dat is thermoplastische polyurethaan. En die wordt gebruikt in echt heel veel toepassingen. Als je kijkt waar wij hier zitten, in
elektriciteitskabels en zo in die coating, daar zit TPU in. Ja. Van sportschoenen, Nike bijvoorbeeld, die zijn Air Max of zo, die bubbel die erin zit, dat is ook. Ja, okay. Vroeger had Nokia van die felgekleurde GSM-covers, die basisgrondstof maakten we er ook voor. Oké. Okay. Nu een nieuw gat in de markt zijn vlamvertragers. Dus ja. Je hebt een paar jaar geleden misschien wel gehoord dat er in Engeland een groot flatgebouw is uitgebrand. En door zo'n zaken worden er heel strenge eisen aan bouwmaterialen en zo gesteld. En wij maken nu plastics die eigenlijk vlamdovend zijn. Oké, okay. Dus, en die dan als coating gebruikt worden? Die worden als coating of die worden verwerkt in bekleding van zetels. Ja. Om ervoor te zorgen dat dus... De snelheid uit een... Maar er zijn zoveel toepassingen voor die producten die wij maken. De medische industrie, baksters en katheders bijvoorbeeld, die worden er ook van gemaakt. Dus je kan het zo gek niet verzinnen. Nog nooit van gehoord, maar zo leren ook tijdens een studio talk. Top. Ja. En is dit ook een link naar jouw aasproductie? Is dit ook iets wat jou dus triggert om ook bijvoorbeeld met jouw aas iets samen te stellen, te maken, tot een resultaat te komen wat... Niet meteen, nee. Is het daar niet die drive om iets te creëren? Die drive misschien wel, maar de ervaring die ik professioneel heb opgebouwd, die heb ik wel gebruikt om mijn eigen rolinstallatie te bouwen. Want ik heb zelf mijn boilermachines gemaakt. Alles wat in mijn kelder, dus ik heb een vrij grote kelder en één ruimte is volledig ingericht als productie. Ja. En die dingen die heb ik wel zelf kunnen maken. En nu tegenwoordig ook met mijn bijberoep, alles wat met rotpothouders en dieptemeterstangen te maken heeft en zo, dat zijn ook zaken die... Ja. Ja. Wat doe je dat? Ik heb je een aantal keer ook op social media producten van Timmy zien promoten. Ja. Doen jullie dat? Samen of ben je... Ja, we hebben een samenwerking, dus omdat we in dezelfde branche eigenlijk of aan dezelfde klanten leveren, is er begin vorig jaar of half vorig jaar een samenwerking opgezet met Timmy, zodanig dat Timmy een deel van mijn producten ook mee verdeelt. Ah, okay. Dus ik lever eigenlijk aan Timmy. Alright, tof dat je hebt gekeken naar dit eerste deel van KW Studio Talk met Geert Ooms. Ik heb denk ik nog een uur en een kwartier voor je klaarstaan. We gaan nog spreken veel dieper over aas. Hij vertelt ons wat voor bootavontuur die hij heeft gehad in Duitsland, waarbij hij bijna is gezonken, gered is. Ellende, oftewel echt de moeite waard om naar te luisteren. Ik stel hem nog allerlei random vragen over zijn visserij. Ga echt nog van A tot Z met hem. Wil je nou de tweede deel kijken? Ben je KWO community member? Geen probleem, check in de community. Ook daar staat gewoon de audiofile. Dus wil je hem audio-only luisteren, kan dat. Je kan hem uiteraard ook gewoon met beeld blijven zien. Ben je nog geen KWO community member? Check dan alle voordelen. €7,95 per maand, €64,95 per jaar. Direct toegang tot het complete archief. Direct toegang tot onze membervoordelen. En natuurlijk tot dit tweede deel van het interview met Geert Ooms. Zoals ik al zei, er staat nog dik een uur voor jullie klaar. Dus tune in en kijk hem af.